geweldloze communicatie. De theorie van het geweldloos communiceren biedt een aantal technieken die je kunnen helpen om in een moeilijke situatie het noorden niet te verliezen. Al te vaak nemen onze emoties het over en worden we kwaad, geïrriteerd of emotioneel. Niet zelden eindigt een gesprek waarin je je niet assertief genoeg opstelt, vreemd genoeg in een scheldpartij, omdat je niet over de juiste werktuigen beschikt om je gevoelens correct te uiten. Je zou twee vormen van communicatie kunnen onderscheiden, die van de jakhals en die van de giraf. De giraf is open, respectvol, assertief en niet veroordelend. De jakhals doet aan interpretatie, beschuldigt, veroordeelt, verwijt en manipuleert. Als je op een meer verbindende manier wil communiceren, dan blijven we beter weg bij de jakhals en volgen we beter de stijl van de giraf. Laten we even een techniek bekijken om eerder in de richting van de giraf te evolueren in je gesprekken met anderen. De techniek van geweldloze communicatie bestaat uit 4 stappen. Stap 1 is de waarneming. Blijf bij de feiten en interpreteer niet. Ga niet oordelen, maar observeer en geef weer wat je vaststelt. Bijvoorbeeld, ik zie dat, of ik stel vast dat, of ik merk dat. Stap 2 gaat over het gevoel. Geef weer wat je daarbij voelt. Er zijn eigenlijk maar 4 basisgevoelens. Dat is boos, bedroefd, bang of blij. Alle andere gevoelens of emoties zijn afgeleide van deze basisemoties. Bij stap 2 kan je bijvoorbeeld dingen zeggen zoals ik voel me hierdoor gekwetst, of dat raakt me diep, of ik ben hier erg door teleurgesteld, dat irriteert me, enzovoort. Stap 3 gaat over de waarden. Vertel aan je gesprekspartner wat jij belangrijk vindt, wat je nodig hebt. In deze stap maak je duidelijk welke waarden jij belangrijk vindt en wat je dus graag gerespecteerd zou zien. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb het altijd belangrijk gevonden dat, of wat ik graag wil is, of voor mij telt vooral, enzovoort. De 4e stap is de behoefte. Geef tenslotte duidelijk aan wat je vraagt van de anderen. Wat zijn je concrete verlangens of je voorstellen in deze context? Je rondt dus af met een concreet verzoek, bijvoorbeeld, dus wil ik je vragen om, of iets directer, ik sta erop dat je, of ik zou willen dat je dit nu aanpakt. We kijken even naar een voorbeeld. Een collega heeft vakantie aangevraagd zonder met jou te overleggen. Daardoor is de planning die jij hebt gemaakt volledig om zeep. Je wil dit met die collega bespreken. Stap 1, geef de feiten weer. Ik heb vastgesteld dat je vakantie hebt gevraagd aan de manager, zonder me in te lichten. Stap 2, geef je gevoel weer. Ik voel me daardoor geïrriteerd omdat ik op die manier geen duidelijk overzicht heb op de planning. Stap 3, zeg wat je nodig hebt. Ik heb een overzicht nodig op die planning om de vakantieregeling voor iedereen optimaal te kunnen invullen. Stap 4 is je concrete verzoek aan de anderen. Ik zou dus graag hebben dat je dat vanaf nu rechtstreeks met mij bespreekt. Gebruik deze techniek om voortaan meer als giraf te communiceren en minder als een jakhals. Thank you.